Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Ted Braakman. Ted, je bent de CEO van Hero Balancer. Nou, ik ga straks nog even over je hebben waarom je een hero bent of welke hero je balanced. Wat doen jullie? Wij bij Hero Balancer maken grootschalige verwarmingssystemen in scholen, kantoren, appartementen, complexen, zorgcentra. Die maken wij slim. Verwarmingssystemen die je slim maakt. Verwarmingssystemen die je slim maakt. En dan moet je niet denken aan de toon of de nest, want dat is waar de meeste mensen thuis hebben. Ja. Maar echt voor de grote verwarmingssystemen die zo groot zijn als een klaslokaal. En die sturen wij slimmer aan. En op die manier kan je dus het comfort verhogen, maar je kan ook de energierekening verlagen. En wat bedoel je daarmee? Slim aansturen, maakt dat eens praktisch? Nou, wat we doen is, we hebben dit kastje. Die sluiten we aan op het verwarmingssysteem en eigenlijk digitaliseren wij hem daarmee. Op die manier krijgen wij alle data van het bestaande verwarmingssysteem, wanneer is hij aan, wanneer is hij uit, de temperaturen, die krijgen we allemaal binnen. Vervolgens gaan we dat analyseren en dan komen we met iedere 5 minuten met betere instellingen voor het verwarmingssysteem. Die sturen we erin. En op die manier sturen we het hele verwarmingssysteem aan. Dus we zeggen wanneer die aan moet, we zeggen wanneer die uit moet en alles ertussen. Ja, maar dat kunnen jullie dan wel bedenken natuurlijk, maar over het algemeen, is daarover nagedacht in een gebouw? Er is absoluut over nagedacht. Het is alleen zo dat op dit moment worden verwarmingssystemen over het algemeen aangestuurd door een zogeheten gebouwbeheersysteem. Dat is een hele grote kast en die hangt helemaal vol met hardware. Dus er komen alle datapuntjes binnen. Nou ja, en in dat gebouwbeheersysteem, in die kasten, daar is alles ingeprogrammeerd. Dus dan koppelen ze alles aan elkaar. Als de buitentemperatuur dit is, moet de verwarming dit zijn. Maar het is allemaal vast. Dat is allemaal fixed. En dat vinden wij niet slim. Als er warmtevraag is of als het koud is buiten, wordt de warmte geproduceerd. Nou, er zijn een stuk meer factoren in een gebouw aanwezig die de warmtevraag bepalen en waar je rekening mee moet houden. Noem er eens een paar. Nou, eigenlijk de grootste, logisch, de grootste invloed op je verwarmingsverbruik is de buitentemperatuur. Dat is heel logisch. 'S Winters moet je meer verwarmen dan zomers. Maar ja, op die manier kan je wel de verwarmingsvraag over een uur kan je bepalen door even naar het weer te kijken. Nou ja, die verwarmingsinstallaties die er nu zijn, de gebouwbeheersystemen, die doen dat niet. Die kijken alleen naar het nu en niet naar het straks. Dus maken ze proactief. Ja, maar goed, dan ben je nog steeds afhankelijk van een beperkt aantal variabelen of ga je daar ook dingen aan toevoegen? Eigenlijk is ons uitgangspunt software first. Dus we proberen de software van het systeem te verbeteren, niet de hardware. Dus we lezen alle bestaande punten uit. Nou, dat kan extreem variëren. We hebben projecten waar 150 punten in zitten en projecten waar er 10 in zitten. En dat zijn allemaal datapuntjes. Ieder verwarmingssysteem is anders. Dus op ieder verwarmingssysteem hebben we andere informatie. Wie dat niet kent, hè? Datapunten. Moet ik dan denken aan thermostaten in verschillende ruimtes, temperatuurmeters? Nee. Dat is wel mogelijk. Dat is wel mogelijk. Vaak zit er 1 binnentemperatuur of een paar binnentemperatuur sensoren in. Maar het gaat vooral om echt de productie. Dus dat is je moet het voor je zien, het is zo'n hele grote ruimte. Daarin staat een gasketel, misschien wel meerdere. Nou, de nieuwe installaties die wij graag zien, dat zijn warmtepompen. Er staat misschien nog een buffer naast. Nou ja, die buffer moet de boventemperatuur, middentemperatuur, ondertemperatuur meten. Allerlei statussen van de warmtepomp. De temperatuur van warmtepomp naar buffer, temperatuur van buffer naar afleversysteem, allerlei kleppen, allerlei pompjes, dat soort dingen. Ja. Allemaal kleine dingetjes. Ja. Ja. Hey, en wat is je belofte aan de klant? Dat die hoe verkopen jullie je product? Je bent goedkoper uit? Absoluut, je bent met ons zeker goedkoper uit. Bij ons, wij zeggen tegen de klant, ieder verwarmingssysteem is anders, dus we hebben geen vaste besparing. Maar wat we wel zeggen, tussen de 10% en de 40%. We hebben één project waar we 43% bespaard hebben op de verwarmingskosten. Dat is ontzettend veel. Zeker als je bedenkt dat het over verwarmingsrekeningen gaan, niet van een paar duizend euro thuis, maar echt over 70.000 euro. Ja. En met een gemiddelde van 25%. Dus ik durf wel te zeggen, de meeste verwarmingssystemen kunnen wij zo'n 25% besparen. Ja, maar hoe kan het nou dat de bestaande systemen zo inefficiënt zijn dat je dat soort percentages kunt halen? Waar zit dan de belangrijkste verbetering die jullie erin brengen? Nou, de belangrijkste verbetering, zoals ik het eigenlijk zeg, is dat het verwarmingssysteem snapt eindelijk de warmtebehoeften van de mensen binnen. Zo'n persoon binnen wil het gewoon 20 graden hebben de hele dag, of 21, 22, dat is heel veel. En het verwarmingssysteem heeft daar alleen maar aantal voldoen. Dat is het enige. Maar als je kijkt naar hoe verwarmingssystemen geïnstalleerd zijn en welke bedrijven daarbij betrokken zijn, is er een enorme afstand tussen de eindgebruiker En nou, de fabricage van die systemen, het instellen van die systemen. Dus je moet je voorstellen, er komt zo'n kast, die komt erin. Die moet dan weer ingeregeld worden. Nou ja, het zijn vaak krappe budgetten waaronder dat gedaan moet worden. 70% van de verwarmingsinstallaties in Nederland zijn verkeerd ingeregeld. Nou, dat heb je de eerste al. Daarnaast zijn ze reactief. We leven nu in een tijd dat eigenlijk alles met internet verbonden moet zijn. Dat is hartstikke normaal. De gemiddelde prullenbak is tegenwoordig met internet verbonden. Dat is echt bizar. Maar bij verwarmingssystemen, dat zijn ja, apparaten, die zet je niet neer voor een paar jaar. Die zet je neer voor 50 jaar, 30 jaar. En nou ja, dus de hardware die erin zit, is vaak ook al een jaar of 10, 15 oud. En dat komt uit een tijd waar proactief helemaal geen ding was. Waar vooruitkijken, waar ja, eigenlijk gewoon het überhaupt koppelen met het internet vaak nog geen ding was. Maar de nieuwe verwarmingssystemen zitten er wel in, maar eigenlijk bij de oude, waar wij het meeste kunnen toevoegen, zit dat er niet in. Maar vooruitkijken, maakt dat ook nog eens concreet? Want je zei net, ja, het is niet zo ingewikkeld om het weer even te raadplegen als je ja. wil weten wat voor weer het wordt. Dat snap ik allemaal. Mm-hmm. Maar de grootste impact op verwarmingssystemen en temperatuur is of nou net die zon even doorkomt. Absoluut. En of die op die zuidgevel vol naar binnen staat te rammen. Absoluut. En dat is toch nog steeds wel heel ingewikkeld te voorspellen op een ja. buiige dag. Ja, klopt. Het is zeer moeilijk te voorspellen, de zoninstraling. Maar het gaat. Ja. En hoe doen jullie dat dan? Jullie hebben een koppeling met Buienrader of zo? Ja, met een andere service zoals Buienrader, die meer gefocust is op het puur aanleveren van data. Ja. Dus wij hebben gewoon een project, dat is een locatie, dat is een punt op de kaart. Ja. En daar hebben we een hoop data van wat er in het verleden gebeurd is. Dus we weten dat een normale januari-dag, waarin het buiten 3 graden is, dat dit de consumptie is. En als de zon zo hard schijnt, dan kunnen we ook opvragen, wat is de weerdata, wat is de zoninstralingdata van die dag geweest. Ja. Nou ja, dat relateren we. We hebben een zelflerend algoritme die er dan aanhoudt. Die kijkt naar de buitentemperatuur, naar de windsnelheid en naar de zoninstraling. En op die manier kunnen we nou, met die 3 punten, als we dat weten van straks, dan kunnen we ook de warmtevraag van straks voorspellen. En zoals je zegt, nou ja, makkelijk is het wind. Ja. Temperatuur is super makkelijk. Ja. Zeker als je het hebt over 2 uur vooruitkijken, dan zit die temperatuur is eigenlijk altijd goed. Dat is gewoon goed. Maar zoninstraling op een wolkige dag, komt er weer een wolk voorbij en dan schiet de zon er weer op. Dat is wat gevoeliger. Ja, en we zien zo'n gebouw ook als een mens. Zo'n gebouw, als de zon schijnt en het is 10 graden buiten, voelt het heel anders als het keihard waait en er opeens schijnt geen zon. Hetzelfde effect heeft een gebouw. Dus we hadden het over een gebouwgevoelstemperatuur, waarmee we dat allemaal aanleren. Ja. Ja. En waarom ben je dit gaan doen? Waarom ben ik dit gaan doen? Nou, ik werkte bij een bedrijf waar we grootschalige verwarmingsinstallaties bouwden. Of investeerden erin, of vervolgens verkochten we de warmte aan de bewoners. Dus dan is efficiëntie echt heel belangrijk. En dan geef je heel veel geld uit aan dure hardware. We hadden de beste warmtepompen, waren een van de eerste die überhaupt elektrisch verwarmden in Nederland. En vervolgens, ja, dan komt er een meet- en regelkast die al die dure hardware moet aanschuiven. Die kost ten eerste al belachelijk veel geld. En ten tweede, dan staat gewoon de gasboiler te brullen terwijl de zon schijnt en de gratis warmte van het dak komt, die dan ergens in een buffer wordt gestopt en soms niet eens gebruikt wordt. En op een gegeven moment is er allemaal warmte die niet kwijt kan. Nou ja, ontzettend dom. Ontzettend dom. Ja. Toen zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat oplossen. Nou, als we nieuwe kasten gaan produceren voor nieuwe projecten, dan kan je bedenken dat de markt maar heel klein is. In de utiliteit is maar 2% van de gebouwen wordt dit jaar gebouwd. Dus 98% is bestaande gebouwen. Ja. Dus toen zijn we dus met een retrofit oplossing, zoals we dat noemen, dat je kan toepassen op oudere systemen gekomen. En dat is dit geworden. Ja, maar ik zat net ook al te kijken. Dit is helemaal niks. Dit is helemaal niks. Er zit een printplaatje, zie ik. Nee, de magie zit hem in de software. Dat is een Raspberry Pi. Ja. En er zitten een paar USB-aansluitingen op en een voeding. Ja. Dus wat doet dit ding? Nou, als we die pakken, die hele grote kar met allemaal van die grote blokken erin, die doen voor ons het zware werk. Het moeilijke werk, het data binnenhalen. En vervolgens wat wij doen, er zit een internetingang in ook. Ja, internet. Dus je sluit die apparaten aan, je sluit het netwerk aan, je sluit de voeding aan. We sluiten geen apparaat aan, we sluiten alleen de netwerkkabel aan. En op die manier loggen we in het gebouwbeheersysteem. Ja. We zetten hem open, zoals wij dat zelf noemen. En dan halen we alle data eruit. Ja. Nou, het kastje zelf doet eigenlijk helemaal niks. Behalve stuurt het door naar de cloud? exact. Daar draait jouw software, neem ik aan? Daar draait onze software. En het enige wat hij doet is dus verzenden van de data en vanuit de cloud nieuwe stuursignalen oppakken en doorgeven aan het verwarmingssysteem. Het is een doorgeefluikje voor ons. Ja, en daarmee kun je het systeem beïnvloeden, ja. En waardoor er andere keuzes gemaakt worden. Iedere 5 minuten passen we het systeem, ja, aan op wat is er echt nu nodig en wat is er echt over een uur nodig. Want ja, warmte is langzaam, als we het nu produceren komt het misschien... Het duurt het wel erg voordat het bij de mensen is. Nee, maar voor jou is het dus heel eenvoudig om je product te verkopen. Want je gaat ergens naartoe en je belooft die mensen 25% ja, lagere kosten. Ja, dat is zeker waar. Er zijn weinig mensen die er geen oren naar hebben. Jij kan zelf makkelijk, nog een niet goed geld terug garantie geven. Ja, dat kunnen we. Ja. Doe je dat ook? Nee. maar is het zo makkelijk als ik zeg? Want, hè, nee, het is niet zo makkelijk als we de dingen installeren. Het duurt 2 minuten. Ja. Kabeltje, kabeltje, kabeltje en je hangt hem op. Dat is het. Maar dat is niet het moeilijke werk. Het moeilijke werk is dat ieder verwarmingssysteem is anders. Allemaal. Want ze zijn namelijk met de hand ontworpen. Allerlei verschillende onderdeeltjes. En het moeilijke werk is, nou, deze sluiten we aan, dan moeten we gaan bellen met de installateur. Dan moeten we toegang gaan krijgen tot het bestaande gebouwbeheersysteem, dus het openzetten. Dan vervolgens komt een hele berg data op ons af. We denken van, wat is dit nou? Want het is weer compleet anders dan het vorige project. En dan moeten we eigenlijk de juiste puntjes aan elkaar verbinden om, ja, de data op de goede plekken te krijgen. In die zin is het geen eenvoudig, schaalbaar product wat je levert, want je moet eigenlijk voor elk gebouw moet je het inregelen. Nou, het is zeker wel schaalbaar. Dat komt ook omdat we heel veel dingen die... Vroeger als je een gebouw ging optimaliseren, ging je berekenen hoeveel het gebouw verbruikte. Keek je naar de ramen, keek naar de muur. Nou, dat hebben we allemaal zelflerend gemaakt. Het duurt ongeveer een dag, in uren, dus 8 uur, om te installeren. Om vervolgens het installatiebedrijf in contact te komen. Dat heeft wel een doorlooptijd, maar effectief gezien kost het weinig tijd. En om het in te stellen. 8 werkuren per installatie. En dan heb je dus over installaties met een energierekening van echt wel €60.000. Ja. En dan is dat 8 uur, dat is een peulenschilletje. Ja. Als je, ja, dan 25% bespaart. Je gebruikte net ook het woord zelflerend. Dan wil ik altijd wil je dat meer weten. Want ja. Nou ja, we kennen allemaal de hypes en de buzzwords. Ja. Er zit hier bijna geen start-up meer aan tafel die niet iets doet met zelflerende systemen, artificial intelligence, machine, ja, learning of iets van die aard. Jij claimt dat. Waar blijkt dat uit? Eigenlijk het grootste waarvoor wij het zelflerende stuk gebruiken, is om die... Nou, eigenlijk gooien we een hele berg data, ja, op een algoritme en we gaan daarmee de warmtevraag voorspellen. En dat haalt ons zoveel werk uit handen om het hele gebouw te analyseren. Dat is ongelooflijk. Ja, en dat is... Ja. Eigenlijk stoppen we hier de weerdata in, de verbruikdata. En dat blijft ook doorleren iedere keer. Hoe langer het product geïnstalleerd is, hoe langer je data binnenhaalt en hoe beter die... Ja, wie heeft het algoritme ontwikkeld? Het is mijn ontwikkelaar, Carlos, die heeft het voor ons gemaakt. Okay. En die werkt sinds, nou, niet dag 1, maar wel maand 2 misschien, werkt hij bij ons. Ja, want hoe groot zijn jullie inmiddels? We zijn op dit moment met een mannetje of 5 werken we iedere dag aan ons product. En we zijn op dit moment zo'n stukje van het sluiten van een nieuwe investeringsronde. Oh ja? Oh ja? Ja, dat is geweldig. En dan gaan we naar een mannetje of 10. Oké. Okay. Ja, ik las ergens dat je van de zomer ermee bezig was. Klopt. Toen zei je, geloof ik, ergens van we hebben een ton inmiddels geïnvesteerd en we zoeken een nieuwe ronde. Minimaal 150.000, zei je toen. Ja. Het wordt ook iets in die orde van grootte? Het wordt in die orde grootte, ja. Ja. En is dat een bekende partij of is het een Het is iemand die gewoon zijn geld verdiend heeft. Oké, dus een informal investor. Ja. Ja. Spannend, dus geen strategisch, ja, grote partij. Nee, ontzettend, ja, spannend en ja, ontzettend veel zin in. Want geef je toch de middelen om ieder verwarmingssysteem slim te maken. Ja. Ja. En ik las ook ergens dat de eerste logische stap voor jullie ook wel gelijk het buitenland is. Nou, dat is niet Duitsland. Dat is niet de eerste logische stap, maar ik denk dat wat jij gelezen hebt, als je een deuk wil slaan in de verwarmingsmarkt, dan kan je niet in Nederland blijven. Nederland is... Nee, ik vond die cijfers namelijk, die heb ik ook gewoon onthouden, terwijl ik onthoud niet zo heel veel. Maar jij zei toen, van, ja, er zijn 80.000 gebouwen die in principe in aanmerking komen voor ons product in Nederland, maar er zijn er gewoon 1 miljoen in Duitsland. Ja. Ja, toen dacht ik van, ja, dat klinkt dan wel vrij logisch. Ja, nee, Duitsland is voor ons absoluut de logische vervolgstap. Volgend jaar om deze tijd willen we daar ook onze entree maken. We hebben al getest in Duitsland en we zijn een beetje bekend met de markt. Het is zo dat Duitsland een hele conservatieve markt is. Het is echt, er komen die Hollanders met hun oranje kastje, komen ze mijn... Want ze vinden zichzelf terecht de koningen van de verwarmingsinnovatie. Dat zijn ze ook. Ik zou hem inderdaad zwart, geel, rood maken. Ja, dat, ja, ik weet niet of wij dat willen, maar dat zou de klant zeker willen, ja. Ja. Hoe is je Duits? Niet zo goed. Nee, nee, nee. Nee, nog een jaar om na te gaan. Ja, ja, maar goed, jullie nemen er ook een jaar voor. Hoeveel systemen hebben jullie inmiddels in Nederland uit het verleden? We hebben op dit moment 6 draaien. Ja? We zijn op dit moment eigenlijk, dus de marktintroductie van ons product hebben we het nooit zo uit aangegeven, maar het is een beetje ongeveer nu dat we echt de markt in gaan. Het is zo dat wij de afgelopen, vorig jaar in april zijn wij begonnen. Toen hebben we eerst de hele zomer, nou ja, wat willen we? Toen hebben we de hele winter gedaan, wat kunnen we? Dus we hadden een testlocatie. Het eerste probleem was, hoe kom je zo'n verwarmingssysteem in? Dat hadden we opgelost. En vervolgens zijn we gewoon gaan testen. Als we dit tafeltje trekken, of die knop drukken, wat gebeurt er dan? En vervolgens zijn we naar, ja, op een paar dingen gekomen waarmee we veel energie kunnen besparen. Dat hebben we helemaal in een mooi pakketje gewikkeld deze zomer. We hebben het in een aantal andere projecten gedaan. Van, ja, projecten zijn anders, werkt het ook op andere projecten. Het was wat sleutelen, de eerste 2. Maar de 6e sloten we zo aan. En op dit moment, het doel is voor deze winter, nou ja, tot de 100 projecten willen we wel koppelen. Ja, maar goed, op basis van wat er van de zomer is gebeurd, heb je het vertrouwen dat dat schaalbaar genoeg is om wat te doen? Absoluut, en dat hebben we ook gewoon getest. Ja. Dus het is gewoon een nieuw verwarmingssysteem. Ja. Hey, wat mij wel opviel, is dat je beschreef de verwarmingssystemen zoals je die natuurlijk ziet in de kelder van die grote gebouwen. De kelder of op het dak, ja. Of op het dak nog als vrij ouderwetse systemen heel vaak. Ja. Terwijl natuurlijk het systeem van de toekomst wordt steeds complexer. Want je zult absoluut die... Misschien je oude gasketel, warmtepomp staat ernaast. Ja. Alvast ter vervanging van als dat ding ermee stopt. Misschien liggen er een paar 100 zonnepanelen op het dak of misschien nog een windmolen of weet ik wat. Moet je ook nog beslissen of je die zonne-energie teruglevert aan het net op dat moment of gebruikt voor je eigen stroomopwekking. Ja. Is jullie systeem ook klaar voor dit soort intelligentie? Dus dat je dus real-time stroomprijzen meeneemt in je... Nou, we zijn nu in een project met energieleverancier GreenChoice en die helpen ons eens in de week om het exact dat te bouwen. We hebben een warmtepomp, er staat een groot buffervat naast. Dus dat betekent eigenlijk een soort van warmteaccu. Dat kan je opwarmen, dat kan je afkoelen en dan kan je er eigenlijk energie in opslaan. En ieder kwartier zijn andere prijzen op de energiemarkt. Ja. En dan gaan we die prijzen voorspellen, gaan we inbieden. En op een gegeven moment is de bedoeling dat die verwarmingssystemen gestuurd worden. En dat moet er volgend jaar om deze tijd helemaal uitgetest en helemaal klaar zijn voor de markt. Ja, mooi. Ja, en daarnaast... Er gaat een hele hoop veranderen en wij staan alleen maar toe te juichen dat er warmtepompen in komen. Dat is een stuk duurzamer dan... Ja, je zei net al, daar zijn jullie al een tijdje mee begonnen. Dus voor jullie geen probleem dat we afscheid gaan nemen van het gas. Mm-hmm. Die expertise hebben jullie al. Ja. Maar waar mij de grote uitdaging ligt, lijkt het, weet je wat ik net zei, echt het echt intelligent maken van die systemen en afhankelijk van... al die verschillende invloeden de juiste keuzes maken. Want dat wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. Ja, dat wordt steeds ingewikkelder, maar we zien daar wel een verschuiving in gebeuren. Zoals ik net omschreef, hebben we zo'n grote kast heb je staan waar de intelligentie dan in zit. Ja. Wat ik dan niet zo intelligent vind, tenzij wij erin zitten. Ja. Maar waar we naartoe gaan is dat iedere buffer heeft zijn eigen moduletje. Iedere warmtepomp heeft zijn eigen moduletje. En die moeten onderling aan elkaar, daarboven ergens in de cloud... worden aangestuurd. Tenminste, dat is mijn visie over waar we naartoe gaan straks. Ja. En als je kijkt naar welke andere partijen in de markt zitten, denk ik dat wij daar een hele belangrijke rol in gaan spelen, want we eigenlijk dat al doen. Wij krijgen al die datapuntjes al binnen, digitaal, niet met visueel kabeltjes zoals die oude systemen werken. En daar gaan we een soort van alternatieve logica opbouwen en die toekomst, daar kijken we heel erg naar uit. Hmm. Ja, vanuit een ander project waar ik mee bezig ben, ben je ook bezig met de fallback scenario's? Want in de zin van, dit soort systemen zijn natuurlijk ook weer enorm kwetsbaar voor stroomuitval, voor dataverbindingen die haperen. En voordat je het weet, heeft iedereen het koud omdat jullie cloudplatform er even uit ligt. Ja, dat is een Een hele nare situatie. Maar het voordeel wat we nu hebben is, we zijn een add-on op een niet zo efficiënt, maar wel werkend systeem. Dus wij hebben er een heartbeat op zitten. Iedere 5 minuten komen we binnen. En als die heartbeat op een gegeven moment wegvalt, dan denkt het farmsysteem, we zijn kwijt. Er is iets mis. Ik ga terug naar mijn oude regeling. En dan blijft het nog steeds warm. Ah, ja. Dat geldt voor de legacy systemen. Maar laat ik mijn vraag anders stellen. Worden we steeds kwetsbaarder voor stroomuitval? Nee. Ik denk, stel, zoals het scenario waar ik net naartoe ging, ieder puntje heeft zijn eigen intelligentie. Zal alsnog een fallback systeem op moeten komen. Iets wat centraal de basislogica in zich heeft. We hebben een hele hoge uptime, maar geen 100%. En als het echt koud is bij bewoners of bij gebruikers, dat kan je niet maken. En er moet dus echt een fallback op komen als we daar naartoe gaan. Maar op dit moment is dat probleem dus opgelost door een heartbeat. Die zegt, ik ben aan, ik ben aan, ik ben aan. En als dat niet komt, dan zegt hij, hij is uit. Dan valt hij terug op het oude. Ja, en dan springt hij vervolgens zelf wel weer aan. Of niet, en dan moeten we erachteraan. Spannend. Ja, zeker. Ja. Mooie fase van je bedrijf waar je in zit. Een hele spannende fase, zeker. Ja. Dan ga je volgend jaar weer uitnodigen, want je zei, dan zit je in als het goed is. Je hebt net beloofd dat je dan in Duitsland je eerste kastjes hebt opgehangen. Ja. Toch? Zeker. In de tussentijd, waar gaat jouw belangrijkste focus? Op dit moment is mijn belangrijkste focus om alle onderdelen van ons bedrijf een beetje bij elkaar te houden. Want het sales wil heel snel gaan op dit moment. Oh, we hebben een product, we gaan wat doen. Van 5 naar 10 man, vindt ze maar eens. Nou, dat is nou eerst mijn echte focus, inderdaad. En dan wil product nog wat en dan moet nog customer feedback ertussen. En ik moet eigenlijk alle draadjes vasthouden. En jongens, blijf bij elkaar, we gaan hetzelfde doen. Ja. En dan heb ik andere mensen die de verkoop gaan doen, de ontwikkeling gaan doen. En ik ga me bezighouden met hoe we straks Duitsland gaan winnen. Want als ik volgend jaar hier zit, dan ga ik niet zeggen, Duitsland is mislukt. Nee, dat kan niet meer. Dat kan niet. Maar ja, weet je wel, wij hebben natuurlijk ook veel partijen gehad die over het buitenland praten. Maar we horen hier eigenlijk ook bijna altijd wel. Cultuur is eigenlijk de grootste uitdaging. Want cultuur is anders. Helemaal als je naar Duitsland gaat, zeker. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, dat is echt een van de eerste logische stappen zou moeten zijn om een lokale directeur erop te zetten. Die goed Duits spreekt, die uit de verwarmingsmarkt komt. Ja. En die daar ons product gaat verkondigen. Ja, nou, hartstikke mooi. Veel succes, man. Ja, dankjewel. En wordt vervolgd. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Bier & Co voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Iedere dinsdagavond zenden we uit vanuit Freedom Lab in Amsterdam. En we zijn er volgende week weer. Dag.